Ja. Je drukt gewoon overal. Ja, 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 maar ik denk het wel te weten. Het is een... Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Floris versus Noelle. Nee, het is Noelle vs Floris. Noelle vs Floris. Ik ben Floris van Dierenpraat TV. En ik ben Noelle, videoreentje van Burgershow. En wij gaan vandaag weer de challenge Dierengeluiden spelen. We gaan vandaag dus weer de Dierengeluiden challenge doen. En het is eigenlijk precies hetzelfde als vorige keer. We krijgen de koptelefoon op, krijgen we geluiden te horen van dierentuindieren. En huisdieren. En wie het eerst op de knop brandt, mag als eerst raden. En als je het goed raadt, heb je punt. Als je het niet goed raadt, dan kan de ander kiezen. Ik heb me nu best wel goed voorbereid, want ik merkte dat Floris eigenlijk best wel veel weet. Maar ik was net een beetje sneller. Ik heb films gekeken. Ik ben nog even naar de dierentuin gegaan. Ik heb echt alles aan gedaan. Ik ben helemaal ready. Ik heb me voorbereid door in het park te lopen, goed om me heen te luisteren wat ik allemaal hoor. Ik ben bij een paar vrienden geweest met dieren, huisdieren dus. En ik ga Noelle dit keer echt keihard in maken. Let maar op. Succes, hè? Jij ook. Oké, kom maar op met het eerste geluid. Ja, als we meteen zo weer beginnen, dan is het niet... Ja, dit is hartstikke makkelijk. Dit is gewoon een kat. Die aan het spinnen is. Oh! Ja, toch? Tuurlijk, tuurlijk! 1-0. Oké, tweede geluid. Aap. Oh ja, ik weet het wel. Brilangoeren? Doodshoofd aapjes? Nou, als je pas kan ik nog één keer horen? Nee. Nog één keer? Het is een klein soort varkenssoort. Nee. Zo'n apensoort. Een brulaap? Hij is wel aan het brullen. Het is een soort varken waar iemand dus op staat. Zo klinkt het. Ja, maar je hoort echt een heel klein aapje in de verte. Het was een ringstaart. Nee. Ja, ik dacht aan heel veel apensoorten, maar niet de ringstaartmaker. Nee, het is natuurlijk ook een half aap. Oh, maar die zijn wel heel leuk. Ringstaartmaker. Schattig, hè? Ja, echt. Een soort sproeier in de tuin. Ja, dit is een soort tandwiel. Oh ja, wel gelang, natuurlijk. Ratelslang. Yes! 2-0. Schoolratelslang, nee, hebben we niet. Het lijkt op een bouwplaats, hoor. Ja. Sorry, ik moet wel benieuwd. Ik zit niet eens na te denken eigenlijk. Wat is dit? Nou, dit geluid. Kan je hem nog één keer doen? Het is echt gewoon. Een dierentuindier. Oké, een dierentuindier. Dit kan nog een stoelpoot zijn. Ik heb echt geen idee wat dit is. Je moet er wel een klein beetje tips komen hoor. Mogen we alsjeblieft één hint nog? Oké, een dierentuindier, maar wat is het toch meer? In de rimba. Wat is rimba? Boom. Rimba zijn tijgers. Maar ook heel veel andere dieren. Dit is echt heel raar. Een soort, deze is echt veel te moeilijk. Er gaan echt zoveel dingen in mijn hoofd om. Wacht, ik nog heel even denken. Is het, oké, ik ga wel mijn antwoord geven, maar het is misschien wel eigenlijk niet. Maar goed, is het een tokkie gekko? Nee. Nee? Oh. Nee, dit is te moeilijk. Het was een Maleise beer. Oh jee. Dat meen je niet, daar heb ik nog bij jullie gefilmd in Burgers. Toen heb ik daar gegeven. Heb ik niet op gekomen. Maken die dit geluid? Ja, dat is wel lijp. Aan het drinken. Oké. Nee, dat had ik echt niet geweten. Ja. Maar dit geluid heb ik nog nooit gehoord bij de Maleise beren. Ik ben al wel een aantal keer bij ze geweest. Video's gemaakt met de dierenverzorger. Nee, dit was echt een geluid dat ik nooit herkend. Een soort piepgeluid horen we. Zijn het de stokstaartjes? Doe nog één keertje het geluid. Ja. Ja, ik weet het. Dit is een kip. Ja. Tuurlijk! Ah! Tuurlijk! Gewoon een kippetje. Moet niet denken in dierentuindieren. Het was wel een schorre kip. Een kip! Oh, dit is wel echt... Hij staat
3-0 voor op dit moment. Dat is echt, hoe ga ik dit inhalen? Volgens mij gaan we winnen. Ja, misschien moet ik maar gewoon slaan en dan het antwoord bedenken of zo. Ik weet het niet. Een kikker. Ja. Oh, die had je heel netjes. Mag die ook een punt verloren deze ronde? Nee, zeker. Die krijg je. Ja, ik ben nu echt heel lekker aan het gaan. Het staat nu 3-1. Ik had er in één keer, tek, alle drie achter elkaar volgens mij. We staan voor. Het gaat de goede kant op. Hoeveel hebben we er nu nog? Volgens mij nu nog 4. En het staat nu 3 punten voor jou en 1 voor mij. Oké. Ja, dat is het. Volgende geluid. Oké. Ja. Hij drukt gewoon nog Ja, maar ik denk het wel te weten. Het is een... ik hoor het geluid bijna weer. Is het een tijger? Ja. Nee! Ja, ik heb heel veel video's al bij tijgers opgenomen. Dit herkende ik gewoon met die galm. Wat? Maar tijgers doen toch... Of doen ze dat alleen in films? Het klonk als... Nou ja. Vind ik veel dat een tijger is. Je hoort toch altijd tijgers en grommen en brommen. Maar goed, dat was het niet. En Noël die kent het vanuit het park, die had het vaker gehoord. Dus die ging naar. Oké, okay, yes. Volgende geluid. Het begint dit wat... Ja. Ja, nou ja. Nou ging ik ook door jou te snel drukken. Ja. Ja, dit is een schoren ezel. Ezel. Nee. Zijn het parelhoenders? Nee. Het lijkt wel een beetje op een ezel. Wat is het? Het is een papegaai. Oh. Misschien, Floris, dat ik je ga inhalen. Je weet het niet. Ik Deze is voor mij. Let ga op. Opeens heel lekker. Is dit dan het geluid? Dit is moeilijk. Dit is een soort... Gaan we even dit is weer een piepgeluid. Die piepgeluiden van dieren zijn zo moeilijk. Het is zo hoog. Wow. Ja. Ja, dit kan wel weer echt... Dit is echt zo'n geval dat het weer een aap, een vogel, een muis, alles kan zijn. Maar ook een kip kan zijn. Maar goed, ik ga nog niks zeggen. Nog één keertje. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Is het spinnend vogel? Stokstaartjes! Goed, het stond 3-1. Noël is een beetje teruggekomen. Het staat nu 3-3. Het is tijd voor de allerlaatste vraag. Maar die gaat natuurlijk naar mij. Nou wordt het wel heel spannend, hè? Want nu is het 3-3. Gelijk, ja. En er is nog één vraag over. Echt en het gaat me niet gebeuren dat ik van 3-1, 4-3 word ingemaakt. Dus, oké. Maar Floris, denk je dat je echt meer van huisdierengeluiden weet? Nou, ik weet het niet. Maar ik heb me wel goed ingelezen in de dierentuindieren. Maar ze gaan me nog niet super goed af. Ik hoop dat er huisdiertje komt. Ja, een koe en een schaap die lijken natuurlijk helemaal niet op elkaar. Een koe die doet boe en een schaap die doet bè of ba. Dus ja, dat is een groot verschil. Was het de koe? Nee, het is een schaap. Nee! Nee! 100%! Ik ga naar huis. Ik ben er helemaal klaar mee. Geen commentaar. Een koe! Ja, ik chokte omdat ik het niet wilde verliezen. Maar nu heb ik alsnog verloren. En nu ga ik met hangende poten naar huis. Ik heb gewoon weer gewonnen. Ja, dit had ik niet helemaal zien aankomen. Want ik dacht, hij heeft een flink onderzoek gedaan. Dus hij gaat een super comeback maken. Maar dat is niet gebeurd. Dus met mijn snelheid kennis is het gewoon weer gelukt. Ja, dit is gewoon gênant. Je ik ben er helemaal klaar mee. Ik dacht dat ik eigenlijk wel tegen mijn verlies kon, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed af. Maar ik moet wel zeggen, jij begon beter dan ik.
Ja, maar dat is misschien nog wel het allervervelendste. Dat ik 3-1 voor stond en 4-3 eraf ben gegaan. Ja. Maar goed, je hebt het wel mooi gedaan. Koe, schaap, het lijkt natuurlijk heel veel op elkaar. Ja, dat snap ik. Lastig. Bedankt voor het kijken en wil jij de volgende challenge nou ook niet missen? Vergeet dan even niet te abonneren op het Burgershow kanaal. En doe vooral bij deze video een dikke duim omhoog. Maar vergeet ook niet te abonneren op het YouTube kanaal van Dierenpraat TV. Superleuke dierenvideo's. We zien je volgende week weer. Doei doei!